Since my stay in a Zen monastery in Japan in 1970, I have been following the Buddhist path in my life and in my work as a visual artist and filmmaker. At that time, I received permission as the first Western woman to be able to stay in a traditional Japanese monastery and to participate in the Zen training. The photos I made then resulted in the book Zazen, which was published in 1971. Since the 60s, Zen Buddhism has spread from Japan to America and from there to Europe. That explains why nowadays many foreigners are looking for the source of Zen Buddhism in Japan. Because I was curious to experience how daily life in a Zen monastery has changed, I now received permission to film in a Rinzai Zen Trainings Monastery. This monastery is open for foreign Zen students, and I may participate in their daily program.
Except you run under your coat, you know. Heb je al gezien of er nog haar achter op mijn hoofd zit? Iemand nog? Kijk, zoals kijk. Of een foto van jou? Die nog wat. Goed? Ja, ja. Dank je. Super, very nice. You look so young. Baby, yes. In Nederland was ik al druk bezig met zen en ook met retraites, met intensievere meditatieperioden en wilde eigenlijk op zoek naar de roots van zen. En die liggen toch in Japan. De traditie is toch dat van leerling, van meester op leerling wordt doorgegeven. En ik wist dat in deze plek een echte Japanse zenmeester was en dat het ook een plek is waar westerlingen toegelaten kunnen worden. En die combinatie die is niet zo makkelijk te vinden. En ik was dan ook heel blij dat ik uiteindelijk hier mocht komen. Ik denk dat ik vooral op zoek was naar een manier om mijn geest, misschien ook eigenlijk mijn wezen zou je bijna kunnen zeggen, te trainen, te disciplineren. Een manier om daarmee om te gaan te vinden. Eigenlijk meer een methode dan een religie. Concentratietraining, aandachttraining, meer in balans komen in je lichaam. Dat is eigenlijk het enige waar het mij
om gaat. Ik hoop hier een jaar te blijven. De eerste week was zwaar. Alles is nieuw. Je weet helemaal niks. En dan ben je gewoon heel kwetsbaar. Met mensen die... je moet alles van anderen horen. Je bent heel erg afhankelijk van anderen. Nu zijn er ook mensen die heel geduldig dingen uitleggen. Maar ook mensen die doen dat pittig. En dan is het een uitdaging om daarin mee te gaan. En niet te veel verzet te plegen. Zodat je snel de dingen op kan pikken. En ik ben wel tevreden met hoe het is gegaan de eerste week. Maar dat was hard werken. Je hebt er een binding mee dat je samen Zen doet. Maar verder zijn de verschillen natuurlijk groter dan de overeenkomsten. En is het een uitdaging om er samen wat moois van te maken? Ja, dat is een oefening op zich en een hele